We hadden het leuke idee om te kijken of we met een soort off-white leer iets moois konden maken. En dan gewoon eens te kijken met wat voor soort zwaartes, soepelheid je kon werken. Dus dat was eigenlijk het verhaal. Ik denk dat de basis is dat ik altijd puur vanuit passie heb gecreëerd. Ik wilde dat doen en maken wat ik zelf mooi vond. Dat had ik op de academie, dat had ik als kind al. Uiteindelijk is natuurlijk materiaal is ook wel de inspiratie. Het is natuurlijk de grondstof, het is de start, het is de core van dat wat je gaat neerzetten. Dus of je nou met klei of met gips werkt, met een flinterdunne zijde, met een handschoenen softe suède of een heel hard en bokkig leer. Dat is wat uiteindelijk het idee wat je hebt, het ontwerp, gaat maken of gaat versterken. We hadden dus allerlei off-white leren suède op de grond liggen. En toen ik het geheel zo zag liggen, dacht ik, we gaan alle drie de materialen gewoon door elkaar heen mixen. Dus uiteindelijk is in dit ontwerp het materiaal leading geworden. En omdat het verschillende diktes ook had, hebben we het zo gemaakt dat hij onderaan, bij de coat, het meest lichte gevoel had. Dus op het moment dat je loopt, beweegt het. En uiteindelijk dacht ik, weet je, we gaan alleen maar een mooie jas maken, maar we hadden nog wat materiaal over. En toen dacht ik, weet je, waarom haal ik niet één van die witte kleuren eruit? Maak er nog een prachtig mooi broekje bij. En opeens stond er een outfit. Kijk, ik vind uiteindelijk de veredelingen die er ontstaan door de jaren heen, ook technisch, met dat wat je kan doen met leer of met suède, het splitten, het heel dun maken, er een stretchstof achter plakken, waardoor je stretchleer krijgt. Dat vind ik echt hele interessante stappen die er zijn gebeurd met dit eeuwenoude materiaal. Kijk naar autobekleding, weet je, kan jarenlang meegaan in plaats van een vegan leather kind of look. Ik ben van mening dat het heel goed is dat we tegenwoordig in een omgeving zitten waarin we zoeken naar hele nieuwe technologische materialen. Echter, ik heb ook met vegan leather in mijn confectiecollectie gewerkt. En is het ook een soort super stretch leather look kind of feeling. Het enige wat je alleen maar terugkrijgt, en dat zagen we ook online, is dat ze zeiden, ja, heerlijke rok, maar zo warm. Ja, het is een polyesterachtige vorm. En als je dan ziet wat voor comments we krijgen op een echte leren of een echte suède rok, dat is altijd positief. Dat is iets van, oh, dit koop ik voor in de lengte van jaren. En een prachtig tijdloos iets. En een leren rok is altijd goed. En wauw, de perfecte leren broek. Dus ik denk dat het, ondanks alle technologische ontwikkelingen en met het hele circulaire wat overal gaande is, echte kwaliteit en een echte grondstof altijd overleeft.